hebben het eigenlijk vanaf de eerste dag heel erg druk. De eerste zondag al direct honderden bezoekers. En de hele week, moet ik zeggen, trekt het veel publiek. Maar met name denk ik ook door alle media-aandacht die we zelfs landelijk gehad hebben, zie je dat allerlei mensen het al weten te vinden. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Het museum biedt een blik in het leven van de beroemde schilder, die in 1883 op 30-jarige leeftijd naar Nuenen kwam. Als mensen hier komen, dan leren ze eigenlijk de persoon Van Gogh kennen en zijn werken. En met name zijn Nuenense periode. We willen eigenlijk ook de achtergrond laten zien achter zijn werk. En dat mensen echt leren kennen van wie was Van Gogh nu. Op basis van dagboeken van Van Gogh en verhalen van mensen die hij gekend heeft, is er in Vincentre een sfeer gecreëerd waardoor je het gevoel hebt dat je zijn wereld instapt. Dat je echt gewoon ziet, eigenlijk in de voetsporen van Van Gogh treedt, dat je door zijn ogen kijkt naar het Nuenen en naar zijn werken. En ook de informatie daarachter waarom hij die werken gemaakt heeft. En op wat voor manier hij daarmee bezig was, met name ook zijn gedrevenheid. Van Gogh kwam naar Nuenen omdat zijn ouders er woonden. Zijn vader was dominee en woonde tegenover het museum, dat in die tijd het raadshuis was. Voordat de schilder naar Nuenen kwam, had hij echter al heel wat van de wereld gezien. Hij was al in Londen geweest, Parijs, Antwerpen, voor die tijd eigenlijk wereldsteden. En ik kwam naar dat kleine Nuenense dorpje. Een dorpje van landarbeiders en wevers. En hij heeft een kwart van zijn werken hier gemaakt. Dat betekent dat een kwart van zijn werken zijn eigenlijk portretten van Nuenenaar, zijn landschappen, zijn gebouwen in Nuenen. En die kun je eigenlijk bijna ook nog allemaal zien hier. Op 20 locaties kun je nog steeds de gebouwen en landschappen zien zoals Van Gogh ze ervaren heeft. Hoewel de Nuenenaren in eerste instantie erg moesten wennen aan Van Gogh, zag iedereen hem na verloop van tijd als het schildermenneke. Hoe zouden de Nuenenaren hem nu zien? Nou, ik denk dat ondertussen de tijden veranderd zijn en de Nuenenaren zijn heel erg trots op Van Gogh natuurlijk. Kijk, die tijd was heel anders. Het was een heel klein katholiek dorpje. De pastoor had veel te zeggen en ja, mensen moesten keihard werken om hun brood te verdienen. En s'avonds eigenlijk eten op de plank te hebben. En daar liep een kunstenaar rond die de hele dag mensen aan het schilderen was. Maar dat leverde de inmiddels wereldberoemde schilder in die tijd niks op. Van al zijn werken heeft hij er tijdens zijn leven maar eentje verkocht. Hij zocht natuurlijk erkenning en ja, eigenlijk in zijn leven heeft hij nooit erkenning gehad. Dus wat dat betreft denk ik dat hij heel erg blij is met de erkenning die hij nu krijgt. Ja, alleen jammer voor hem en heel triest natuurlijk zijn levensverhaal dat hij dat nu pas krijgt. Een klein idee van zijn levensverhaal krijg je door de film De Aardappeleters. Deze film die geeft eigenlijk een indruk van het hele leven van Van Gogh in zijn Nuenense periode in die 2 jaar. En met name zijn ontwikkeling als kunstenaar. En ja, eigenlijk aan het einde is ook zijn eerste meesterwerk De Aardappeleters tot stand gekomen. En dat zie je, dat voel je, dat proef je. En zie je eigenlijk ook door de eigen ogen van Vincent zie je dat schilderij De Aardappeleters ontstaan. Tja, en hoewel je zelf nu dus al een kijkje kan nemen, wordt Vincentre op 17 september officieel geopend.